Internationale Vrouwendag, zou het nodig zijn? Ja, heel erg nodig. Ja. Jij vindt het meer nodig dan ik. Ja, ik vind het heel erg nodig. Ja. Heb je het nodig? Ja, ja. Oh, wat grappig. Mag ik je feliciteren? Met wat? Met Internationale Vrouwendag. Oh, kijk. Nou, dankjewel. Ja, wist je dat dat was? Ja, dat wist ik. Ja? Het is trouwens ook Internationale Nierendag. Wist jij dat? Nee, dat wist ik dan weer niet. Nee, dat wist ik tot op heden niet, totdat ik het in de bieb zag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hebben jullie erbij stilgestaan? Nee, nog niet. Ja, u wel. Ik kom even bij u staan. Vindt u het belangrijk? Tuurlijk. Ja, het zou elke dag Vrouwendag moeten zijn, toch? Nou ja, laten we zeggen dat we bijvoorbeeld besluiten om elkaar gelijk te belonen. En daarom roepen we al 100 jaar volgens mij. Het is gewoon nog niet zo. In Nederland nog niet eens. En dan gaat het alleen nog maar om geld. Kun je nagaan hoe ongelijk het verder is. 8 maart is het Internationale Vrouwendag. En in Zeeland wordt er vandaag al bij stilgestaan met een Zeeuwse Vrouwendag. Maar of wij Zeeuwse vrouwen zo'n dag nodig hebben, dat ga ik vandaag uitzoeken. Ik vind dat het heel belangrijk is dat vrouwen zich goed kunnen... Ja, zich thuis voelen, zich veilig voelen. Voornamelijk dat is heel belangrijk. En daar is op, in Nederland zijn we daar al heel erg op de juiste weg, maar in heel veel andere landen nog niet. Dus het is goed dat we daarvoor de aandacht blijven vragen. We zijn ook bezig geweest over geweld tegen vrouwen. Wat heb jij ooit meegemaakt? En er waren 13 vrouwen op dat moment aanwezig en 8 vrouwen hadden wat meegemaakt, waaronder ik zelf ook. Dus het werd duidelijk dat wereldwijd vrouwen te maken hebben met... Met seksueel geweld door mannen. Vandaag zullen we ons concentreren op de vrijheden. En op vrouwen die dus wellicht beperkt waren. Of juist proberen de vrijheid van hunzelf te vergroten. It is a privilege to be here on this lovely day. Where we will celebrate the opening of this beautiful gallery. An International Women's Day. I'm a mother of 4. 6 beautiful grandkids, and a beautiful supportive wife, Denise. It began 8 years ago. I was at work when I got a call from my neighbor saying I should not come home alone because some guys are planning to burn my home down. One morning on my way to work, I stopped in the traffic and someone shouted out, "There goes a sodomite." That's what they call lesbians in Jamaica. I was so afraid. When did you decide to go to the Netherlands, actually? What time was that? When was it? It was actually in 2011. I never decided. It wasn't something that I want to do, but because of my safety, I had to leave within a week to come to the Netherlands. Within 1 week, I left my life behind me and had to run to the Netherlands. The Netherlands came in the picture because I chose the Netherlands because I read on the law here in the Netherlands over homosexuals and it was on the top of the list of how the Netherlands look out for homosexuals. The law is perfect for us. Onderweg was heel gevaarlijk met slapshooters die plotseling op bossen en auto's schieten om terror en chaos te verspreiden. Maar ik heb dat aan niemand in mijn gezin verteld, wat de situatie was. We stapten in een vrachtwagen, 5 dagen. En van smokkelaar mocht ik helemaal niets meenemen. En ik was net ongesteld en zonder vrouwenverband. 5 dagen in vrachtwagen. Toen ik aangekomen was ik gewoon onder bloed. Nou, ik vond het heel indrukwekkend. En sommige verhalen heel emotioneel. En af en toe moest ik wel het gaantje laten, ja. Ik kwam hier binnen heel neutraal eigenlijk. Van nou ja, dat leuk om al die vrouwen te ontmoeten. En, maar dat die indringende boodschap er nog aan toegevoegd zou worden. En dat het zo bij mij is binnengekomen dat... Wat ik eigenlijk niet verwacht. Now, I've lived here for 8 years. I'm married. I have a permanent job. I'm now a citizen of the Netherlands. My wife and I, we bought a home. And we are living happily, free from fear.
free from discrimination. And thanks to the Netherlands, I can live my life the way I want. Be free. Hoe is het gesteld met de Zeeuwse vrouw? Dat is een goede vraag. Dat gaat natuurlijk stukken beter dan heel veel landen in de wereld. Maar die subtiele ongelijkheid, die vind je eigenlijk nog overal, ook in de westerse landen. Maar vrouwen vandaag de dag staan hun mannetje, maar dat zeg ik liever niet, die staan hun vrouw. En die spreken zich uit. En ik ben trots op wat ik om me heen zie. Als ik denk van zo, jij manifesteert, jij staat er ook echt. Dus het gaat goed hoor. Dat wij het al zo goed hebben hier als Zeeuwse vrouwen, hebben wij te danken aan andere Zeeuwse vrouwen die hier geëxposeerd zijn. Welke Zeeuwse dame heeft echt wat bijgedragen aan hoe wij nu misschien wel leven? Ik denk dat een van mijn favorieten, en ze heeft de minst scherpe foto, is deze dame hier. Dat is Emma Bergsma, zelfs. Zij is redelijk onbekend, wordt weinig over haar verteld in de geschiedenis. Maar zij was heel actief in de landelijke vereniging voor vrouwenkiesrecht. En zij heeft samengewerkt met bijvoorbeeld Aletta Jacobs. En ook hier in Zeeland heeft ze in het parlement gezeten, in de Zeeuwse Provinciale Staten. En zij stond zelfs op de lijst om kans te hebben op een van de eerste plekken als vrouw in de Tweede Kamer in Nederland. Dus Emma Bergsma, ja. Yeah.